We hebben dus ook de getallenreeks hier bovenaan besproken, waarbij dat we rekenen in volledige stops. Nu, als we deze camera er even bij nemen, dan zie je deze zaal rekenen, die staat nu ook op bulp. Als ik die nu aanpas met dit instelwieltje, dan zien we hier, als we bijvoorbeeld naar 1 seconde gaan, wordt dat zo aangeduid. Dus 1 en dan het aanhalingsteken om aan te geven dat het om seconde gaat, volle seconde. En hier gaan we met halve stops verder, dus dit is een halve stop en dan een tweede van een seconde, een vierde van een seconde, een achtste, een zestiende, beter een vijftiende, een dertigste, zestigste. Dan zie je hier die waarden daarop terugkomen, die verschillende waarden. De sluiter die we hierin hebben laten zien, dus... deze sluiter opgebouwd met lamellen is ook beschikbaar in deze camera. Dus dat is praktisch dezelfde type sluiter. Die kan vrij snel gaan. Je ziet bij deze camera kan die tot een 4000ste van een seconde gaan. Ook op de Nikon F80 is dat een 4000ste van een seconde. Maar je hebt van die sluiters die tot een 8000ste van een seconde gaan bijvoorbeeld. Wat extreem snel is. Maar de beperking die op deze sluiters beschikbaar is. De beperking die bestaat op deze sluiters is dat... als je een foto maakt met gebruikmakend van een flits, dan is het eigenlijk zo dat er een bepaalde synchronisatie moet gebeuren tussen je sluitergordijnen hier, dus het op en neer bewegen van je sluitergordijnen, en het moment waarop de flits wordt afgevuurd. Als die synchronisatie niet goed zit, dan zie je de lamellen, dus die zwarte stroken hier, dan zie je daar delen van op je foto. Dus het is heel belangrijk dat dat goed zit. En dat is hetgeen hier op deze camera aangeduid is in het rood. Dus die rode, een 250ste van een seconde, betekent dat deze camera met een flits kan werken correct tot op een 250ste van een seconde. Sneller dan die een 250ste van een seconde moet je met deze camera niet gaan als je met flits belicht, want dan ga je dus die lamellen te zien krijgen op je uiteindelijke beeld. Trager kun je wel gaan, dat is geen probleem. Maar er zijn ook andere types en die andere types hebben dan weer voordelen. En dan gaan we terug naar de Hasselblad die ik daarnet vast had. Dus bij deze Hasselblad bijvoorbeeld heb je in de body, er zit een film in, maar ik kan die wel losmaken. Dus hier zit nu een film geladen, maar omdat hier een schot voor zit, dus dit metalen stuk, wordt die film toch niet belicht. Dus dan kan ik even dit aan de kant zetten. En dan zie je hier achteraan wel, je ziet hier wel een sluiter, twee lamellen. Maar als dit open of dicht gaat, dit bepaalt niet uw belichtingstijd. Dit is gewoon een systeem dat open gaat op het moment dat je opname maakt. Maar de uiteindelijke sluiter, dus de sluiter waarop dat je dan de sluitertijd instelt, zit hier in de lens verwerkt. Dus nu heb ik de lens even losgekoppeld. En hier zie je dan... dus daar zit ook een spiegel in. Dus dat is niet anders dan die andere spiegelreflexcamera's. Dit is ook een spiegelreflexcamera. En hier zie je nog altijd dat sluitergordijn. Maar dit is dus gewoon puur om het licht tegen te houden. Zolang dat je sluiter waarop dat je sluitertijd instelt niet open gaat. Maar dan de echte sluitertijd is hier op de lens te vinden. Dus dan zie je hier. Dit zijn sluitertijden. Opnieuw, we hebben opnieuw de B wat de bulbinstelling is. Dus bij de B... ga je eigenlijk zo lang belichten als dat de sluiter wordt ingedrukt gehouden. En dan heb je een seconde, een tweede van een seconde, een vierde, een achtste, een vijftiende, dertig. En dan zie je dat opnieuw dezelfde sluitertijden zijn die we eerder op dit instelwiel hier hebben we die eerder gezien, die sluitertijden, dus die reeks. Het is gelukkig een eenvoudige reeks om te onthouden dan de reeks van de diafragmagetallen. Op deze lens zie je trouwens ook diafragmagetallen staan. Dat zijn deze 2.8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22. Op deze lens stel je dat eigenlijk, je combinatiesluiter en diafragmatal, stel je eigenlijk in door deze twee ringen te bewegen. En als je ziet, nu zijn deze gekoppeld. En heb ik bij 125 van een seconde een diafragma van 4. En als ik die beweeg, dan bewegen
dan bewegen we die combinatie eigenlijk. Dus op 2.8 zou dat dan een 2/5 van een seconde zijn, terwijl op een diafragma 8 zou dat nog maar een 1/30 van een seconde zijn. Op diafragma 22 zou dat nog maar 4 seconden, een 1/4 van een seconde belicht worden. Dus dat is een heel eenvoudig systeem. Dit geeft ook, deze dingen geven ook je scherptediepteveld weer. En als je nu wel die combinatie veranderen, dus die 425ste, dan moet je hier even loskoppelen. En dan kan je bijvoorbeeld van 125ste koppelen aan 2.8. En dan zal nu elke combinatie die je instelt belicht zijn op iets wat evenredig is aan 125ste op 2.8. Dat is bijvoorbeeld 15 van een seconde op opening 8. Nu, de sluiter dus, daar ging het vooral over. De sluiter zit hierin verwerkt. En die lijkt eigenlijk op uw diafragma. Eigenlijk, de manier om het te laten zien is eigenlijk, denk ik, nog het gemakkelijkste met de vergelijking te door de vergelijking te maken met een diafragma. Het is zo dat een diafragma dus verschillende lamellen hebben, of lamellen heeft die over elkaar bewegen. En ook hier bij die lenzen heb je verschillende lamellen die over elkaar bewegen. Ik zal een poging doen om u te laten zien als we naar een vreemde combinatie zoals bijvoorbeeld bulb gaan. En als ik nu afdruk, normaal gezien kan dat geen kwaad. Nee. Ja, dan heb nu, wat je nu ziet is eigenlijk het diafragma. Maar dus dit is het diafragma, maar je hebt daarvoor normaal gezien, als het goed is, ook in een flits de sluiter gezien. Dit is de sluiter. En die diafragma lijkt eigenlijk sterk op de sluiterlamellen. Dus ik zal nog eens de sequentie laten gaan. Dus nu zie je de sluiter terug open gaan. Dus dit zijn de sluiterbladen. En je ziet dat daarachter de diafragmabladen zitten. En als ik afdruk, dan zie je in een flits de sluiter bewegen. De sluiter hou ik nu nog open. En diafragma, dat staat dicht op een 22ste van... Nee, dus op diafragma getal 22. Dus dat is die kleine opening die nu zit. Als ik nu de sluiter los, dan zou je de sluiter terug zien dichtgaan. Zo, en dat zijn de lamellen van de sluiter dus. Dan noemt men een leaf shutter, dus met verschillende bladen. Of een centraal sluiter is dat denk ik in het Nederlands. Dus een systeem dat eigenlijk, net als een diafragma, met verschillende bladen over elkaar open of dicht gaat. Maar dan wel, waar een diafragma tot een bepaalde opening dicht gaat, gaat de bladsluiter volledig dicht uiteraard. En volledig open. Maar dat heeft als grote voordeel dat je die beperking niet hebt, die we hier gezien hebben van een 250 van een seconde, als je met een synchronisatie met een flits werkt. Want juist doordat die sluiter hier in verwerkt zit en op dezelfde manier als diafragma gewoon open en dicht gaat, kan je nooit het effect ervan, de lamellen ervan, op je beeld zien. Dus ik kan hier heel snelle sluitertijden gaan hanteren met synchronisatie van flits. Nu moet ik wel zeggen, heel snelle sluitertijden, typisch gaan deze sluiters veel sneller. Hier hadden we 4000ste van een seconde. En deze gaat maximaal tot, laat ik mijn lens ook ondertussen terug goed zetten, dat hij altijd klaar staat om mee te werken. Dus dan zien we hier hebben we maximale sluitertijd van een 500ste van een seconde. Dus dat is de maximale snelheid die haalbaar is met dat type sluiter. Terwijl hier hadden we dus een 4000ste van een seconde. Dus dat is dan weer een nadeel van de bladsluiter. Een ander nadeel van die sluiters is dat die sluiter dus in elke lens die je koopt, dus dit is nu een 80mm lens, maar elke lens die ik voor deze camera zou kopen, daar moet opnieuw die sluiter in verwerkt worden. En het diafragma en dergelijke meer. Dus dat maakt dan die lenzen over het algemeen duurder zijn dan lenzen zoals deze, waarbij dat er helemaal geen sluiter moet in verwerkt worden. Oké, en daarmee denk ik dat we voorlopig alles gezegd hebben over sluitertijd, wat belangrijk is. En het leuke is, we hebben ons kunnen beperken tot 2 filmpjes. Dus binnenkort, zoals beloofd,
komt er binnenkort dan een reeks over de ISO-waarde. Dus de ISO-waarde is wat je hier dan ziet, staat op ISO 400, wat eigenlijk de derde pijler is in de driehoek van de belichting, die uw belichting bepaalt. Oké, bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.